Een heel fijne zondagavond allemaal. Tanja hier in een nieuwe aflevering van de Heb Je Leven Lief Show. Ik weet hoe belangrijk een gezonde levensstijl voor jullie is. En daarom kom ik graag elke week hier langs om jou wat tips te geven, wat inzichten mee te geven. Misschien wat advies te geven om jouw lichaam gezonder te maken. Om je leven, je leven gezonder te maken. Ik ben een beetje in de war, want voor het eerst stream ik nu dubbel. Dus ik ben met twee camera's tegelijk aan het werken. En ik stream op mijn, hier zo, op mijn Facebookpagina en hier op mijn Facebookprofiel. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat gaan. Ik ben ook heel benieuwd of jullie mij goed kunnen horen. Want het is een beetje tricky nu. Ik heb maar één microfoon. Ik weet eigenlijk ook niet hoe ik dat moet doen met twee camera's en één microfoon. Dus als iemand mij daar een tip over kan geven, zet het even in de commentaar hieronder. Ik ga er heel blij mee zijn. Als je kijkt, als je live kijkt, vind ik het ook heel tof dat je even laat weten dat je kijkt. Vertel mij even van waar je intuned. En als je vragen hebt, dan hoor ik die natuurlijk of dan lees ik die natuurlijk ook graag. En dan zal ik die straks even beantwoorden. En als je wil reageren, alsjeblieft, hou je niet in. En laat mij gerust even weten dat je kijkt bij wijze van een hartje of een duimpje. Vind ik altijd tof. Dus vorige week had ik het over de giftige schoonheid, weet je nog? En het is zo dat heel veel mensen, als je denkt aan ik wil gezonder leven, dan gaan ze vooral kijken naar voeding. En dat klopt, voeding speelt een heel belangrijke rol in je gezondheid. Maar je kan ook zo gezond eten, je kan je gezondheid ook ernstig schaden door andere dingen. Bijvoorbeeld door toxische cosmetica te gebruiken, huidverzorgingsproducten of make-up of andere verzorgingsproducten. Ook schoonmaakproducten zijn een gigantische boosdoener. En je kunt ook, waar ik het vandaag over wil hebben, is over de troep, de chemische troep die zit in je plastic containertjes, in je plastic potjes. Dat is iets waar weinig mensen bij stilstaan. En regelmatig zie ik dames met potjes in, met restjes of slaatjes of iets wat ze hebben klaargemaakt. En dat zetten ze dan in de koelkast en daarna warmen ze dat op in de microgolfoven. En dan zie ik bijvoorbeeld dat er al flink in gesneden is in die doosjes. Dan denk ik van, oh my god, dat is echt niet gezond. En daar wil ik het vandaag over hebben. Dus ik hoop dat jij daar iets over bijleert. Als het zo is, ik hoor, ik lees het graag. Laat het even weten. Het gaat namelijk over BPA's. En BPA staat voor bisphenol A. En dat is een chemisch stofje dat in plastic containertjes wordt gebruikt om ze weker te maken. Het is een weekmaker en dat betekent om ze zowat soepeler te maken. Handiger te maken. Soepeler te maken. Maar dat is zeer, zeer, zeer slecht voor onze gezondheid. Het is iets wat in heel veel plastic containertjes zit en wat ook aan de binnenwand van je blikjes zit. Voeding die in blik zit aan de binnenwand, is er ook zo'n laagje en daar zit ook BPA in. En zelfs op bepaalde plekken waar ik het nooit zou verwachten, en daar wil ik het dan straks nog even over hebben. Maar wat is nu het probleem? Wel, die BPA of BPA's, dat zijn hormoonverstoorders. Dus dat betekent, die gaan gekke dingen doen met je hormonen. En als er nu één ding is waar je geen gekke dingen mee moet uithalen in je lichaam, dan is het wel met je hormonen. Want je hormonen sturen alles in je lichaam. En het is zo dat BPA's de effecten kunnen nabootsen die oestrogeen heeft op je lichaam. En oestrogeen, wij dames kennen dat allemaal, dat hormoon. Maar heren, pas op, ook jullie hebben dat in jullie body zitten. En echt waar, dat is een stelregel. Never mess with hormones. Nooit doen. Dus zeker niet ook met die BPA's in je plastic potjes. Het is zelfs zo dat, en daar sta je niet bij stil, dat die chemische stofjes, die BPA's, die kunnen er zelfs voor zorgen dat je gaat verdikken. Omdat ze toxisch zijn
En omdat ze zich gaan nestelen in je vetlagen, in je lichaamsvet. Want een van de belangrijkste functies van lichaamsvet is het bergen van toxines, van afvalstoffen ook. Dus dat is die BPA's, die geven eigenlijk op die manier een signaal aan je lichaam om meer lichaamsvet aan te maken. En dat is wat de meeste van ons net niet willen, toch? En zeker niet op zo'n ongezonde manier. Verder kunnen die BPA's absoluut nog leiden tot tal van andere ernstige gezondheidsnadelen. Het ontwikkelen van bepaalde ziektes wordt steeds meer in verband gebracht met die BPA's. Maar maak je geen zorgen, ik ben er ook vandaag om jou te vertellen hoe je kunt voorkomen en wat je kunt ruilen in je leven om minder blootgesteld te worden aan die BPA's. Dus er zijn oplossingen voor, maar de meeste mensen weten het niet. Dus daarom vond ik het even belangrijk om dit hier toch wel te delen. Iets waar ik, wie mij al een beetje volgt, wie mij al een tijdje volgt, die weet dat ik ontzettend bezig ben met de gezondheid van de darm. De gezondheid van de darm, waarom? Omdat alles in de darm begint. Je gezondheid begint en eindigt in je darmen. En aangezien ik nogal gespecialiseerd ben in het afslanken, ook daar spelen die darmen een ontzettend belangrijke rol. En in recente studies is aangetoond dat die BPA's, dat die ook een heel verstorend effect kunnen hebben op je darmflora. Dus dat zijn de bacteriën, de micro-organismen die in je darmen leven. De balans daar is super belangrijk. En die BPA's die gaan daar dus een disbalans veroorzaken, waardoor je meer vatbaar wordt voor prikkelbare darmsyndroom en voor leaky gut, voor een lekkende darm. Met als gevolg dat je minder goed gaat verteren, dat je minder energie hebt, dat je veel vatbaarder bent voor ziektes en dat je ook veel moeilijker lichaamsvet gaat verliezen en dus gemakkelijker gaat aankomen. Allemaal goede redenen om dus te kijken of jij ergens die BPA's kunt vermijden in je leven. Er zijn drie simpele dingen die ik jou wil meegeven, wat je kunt toepassen om dus dat verschrikkelijke giftige stofje te mijden. En dat is om te beginnen de drinkflessen. En ik heb het niet over de petflessen, want daar zit geen BPA in. Maar ik heb het over die flesjes en eerlijk gezegd, ik gaf ze vroeger ook, voor ik dit wist, gaf ik dat ook wel mee aan mijn dochter naar school bijvoorbeeld, of naar de balletschool of naar weet ik veel. En dat waren flesjes waar zij dan haar water in deed en voilà. Maar daar zitten dus heel vaak BPA's in. Natuurlijk, voor onze kinderen willen we dat niet. Dus ben ik op zoek gegaan naar alternatieven. En ik heb een alternatief gevonden, plastic. Waarom is dit plastic handig? Omdat, ja, dat weegt niet veel. En dat kan gemakkelijk in de boekentas of in de sporttas. En dit is van het merk Systema. Systema. En Systema maakt dus dit soort flesjes en brooddozen en andere containertjes die vrij zijn van BPA's en van phthalaten, want dat is nog zoiets. Dus als je wil, ik gaf het deze week nog mee aan een bezorgde mama die het artikel had gelezen dat ik had gepost, over dat in de krant stond, over dat er vezelsplastic in de petflesjes zitten die je meegeeft aan je kinderen en die je sowieso ook drinkt. Dus er zitten dan misschien geen BPA's in, maar er zitten dan plastic vezels in. Dat wil je natuurlijk ook niet, dat je dat binnenkrijgt en zeker ook niet je kinderen. Dus daar was haar bezorgdheid heel terecht. En toen heb ik haar verteld, kijk, ik drink al jaren, of wij drinken al jaren Livjala water. Dat zit verpakt in een kartonnen doos in een plastic zak. En daar vullen wij dan dit soort flesjes mee. En dan hebben we eigenlijk geen BPA's, geen phthalaten en ook geen plastic vezels in ons water. Dat doe ik voor mijn dochter, dus dit kun je gebruiken. Dus hebben die in alle formaten en geuren en kleuren. Ik koop die gewoon in de Colruyt, hebben ze die. Of in de Blokker hebben ze die ook. Maar wat ik altijd meeneem, waar ik graag uit drink, dat is flessen van roestvrij staal. Deze koop ik online. Als je wil weten waar ik die koop, dan moet mij maar vragen. Dan zal ik jou wel het linkje geven. Dus dit zijn ze hebben die ook in verschillende kleuren en groottes.
Dus hier doe ik mijn water in. Het voordeel is dat het dan ook langer fris blijft. En zelfs mijn thee drink ik hieruit. Ik heb zo eentje voor water en eentje voor thee. En die thee die blijft ook een hele tijd lekker warm hierin. Dus dat vind ik fijn. En ook dus dat stainless steel, dat roestvrij staal, is ook een goede manier om je drank in te transporteren en dan te nuttigen. En daar ga je dus ook geen BPA's en geen phthalaten door binnenkrijgen. Dus dat zijn twee dingen die je kunt doen voor jou en voor je kinderen, om ze toch water te laten drinken en niet die chemische troep binnen te krijgen. Waar zitten die BPA's ook in? Dat is in de plastic bekertjes waar je heel vaak mensen koffie ziet uitdrinken. Op kantoren bijvoorbeeld. Dus in plaats van je koffie uit zo'n bekertje te drinken, drink het. Ja, neem een mok mee naar het werk en drink je koffie daaruit. Zo kun je dat ook makkelijk omzeilen en vermijden. Een tweede tip daar. Ik heb gesproken daarnet over de binnenlaag van de voedingsblikken. Ik heb de ganse dag Engels gesproken, dus die woorden komen allemaal in het Engels. Voeding in blik. Die binnenwand, daar zitten ook heel vaak BPA's in. En dus dat kun je dan vervangen door te kiezen voor glazen potten. Daar ga je dat niet bij hebben. En als we het hebben over de restjes meenemen, de restjes die je wil bewaren in plastic containertjes, in de koelkast en dan daarna in de microgolfoven. Het is zo dat als BPA's blootgesteld worden aan extreme temperaturen, bijvoorbeeld de koude van de koelkast of de hitte waarin als je eten opwarmt in zo'n plastic potje, dan breekt dat eigenlijk die BPA's en dan komen die vrij. En dan ben je dus, dan is het eens zo toxisch natuurlijk. Dus dan krijg je die dubbel zo hard binnen. Dus als je dat wil vermijden, dan kun je beter kiezen, zoals ik ook doe, voor glazen containers, glazen potjes. Het is een keuze. Ik denk altijd, je kunt maar beter zoveel mogelijk dingen vermijden, want we worden allemaal ontzettend blootgesteld aan allerlei toxines. Maar wat je kunt vermijden, denk ik dat we dat moeten vermijden. Dus het is een kleine moeite om je toch wel een stukje gezonder door het leven te gaan. En dan zijn er nog die dingetjes waar je wellicht niet aan denkt, waar ook BPA's in zitten. En dat is in je kastiketjes. Dus als je naar de supermarkt gaat, je krijgt je kastiketje. Als je dat gaat vastpakken, dan... Ja, ik vond het niet terug in de voorbereiding voor deze video, maar ik heb het ergens gelezen. Ik weet niet of het in een blog was of in een krantenartikel, ik weet het al niet meer. In elk geval, er zit heel wat toxisch materiaal in die kastiketjes. Die hebben dat thermisch papier. En dat is ook niet goed. Dus die kun je maar beter, als je de kassierster vertrouwt, dan kun je maar beter die ticketjes weigeren, dat ze die weggooit. Of je kunt een factuur vragen dat ze die opmailen of zo, als het over belangrijke dingen gaat. En waar het ook in zit, is in cd's, dvd's. Dus daar, als je die vastpakt, dan krijg je ook meteen die BPA's op je huid. En waarschijnlijk dan op een of andere manier in je lichaam. Dus dan kun je maar beter kiezen om je films en je muziek te downloaden. Dan omzeil je dat probleem ook. En waar zit dat ook in? Die BPA's vind je ook in sommige tandvullingen. Dus als je binnenkort dat de tandarts moet en er zit een gaatje in, dan kun je misschien met je tandarts bespreken dat hij of zij kiest voor BPA-vrije vulling. Het is maar een tip. Doe ermee wat je wil. Het is iets waar ik in elk geval op ga letten. Ik let er al op sinds ik dat weet. Maar ik vind nog altijd heel veel mensen die daar totaal niet bij stilstaan, die daar totaal geen weet van hebben. En dan zie ik het als health en wellness coach, als mijn taak, mijn rol, mijn missie om die dingen met zoveel mogelijk mensen te delen. Dus wil ik jullie ook vragen dat als je mensen kent die hun eten altijd in plastic containertjes doen, in de frigo, in de microgolf, of die
zo van die plastic dingen kopen voor hun kinderen om dan water of andere drank in te doen. Deel deze video of tag ze onder de video of laat het dan in elk geval even weten. Laten we die boodschap delen zodat zoveel mogelijk mensen hier wat aan hebben. Zo maken we de wereld een beetje mooier, hè? Dus in deze video heb ik jou iets verteld over de gevaren van BPA's. Dat is een chemisch stofje wat in heel veel plastic wordt verwerkt om die weker te maken, dus bewegelijker te maken. Zijn zeer nefast voor onze gezondheid. Als je nu pas inpikt, ga maar even terug naar het begin van de video, dan vertel ik waar het precies over gaat. En ik heb jou ook 3 makkelijke tips gegeven om dat te vermijden. Dus kies voor BPA en phtalatenvrij plastic flesjes voor jezelf en je kinderen. Of kies voor stainless steel, voor roestvrije stalen flesjes. Drink niet uit die plastic bekertjes je koffie, maar neem je mok mee naar het werk en drink daar je koffie uit. Een tweede tip was als je je restjes in plastic containertjes houdt, kies liever voor glas. En let erop dat je, als je ze in de frigo zet of als je je voeding erin verwarmt, dat de BPA's worden afgebroken en dus dat ze eens zo toxisch zijn voor jou. Weet dat dat een van de redenen kan zijn waardoor je misschien verdikt, terwijl je misschien niks aan je voeding hebt gedaan. Dat zijn allemaal dingen. Toxines worden opgeslagen in vetlagen. En die BPA's kunnen zelfs je hormonen in de war sturen en kunnen ook jouw lichaam ertoe aanzetten om meer lichaamsvet aan te maken en vast te houden. Het is iets waar je misschien niet aan denkt en iets waar je in het vervolg misschien wel aan kunt denken om je leven weer wat gezonder te maken voor nu en voor de jaren die komen. Zijn er ondertussen vragen? Eens even kijken. Zijn er mensen die iets willen vragen, iets willen delen? Hoe is het bij jullie? Letten jullie daar eigenlijk op dat jullie plastic kiezen zonder BPA's en zonder phtalaten? Dan ga je nog een stapje verder. Is dat iets waar je je van bewust was of helemaal niet? Heb je hier iets aan? Ga je er in de toekomst op letten? Wat ga je ermee doen? Laat even weten dat jullie kijken. En kunnen jullie mij trouwens goed verstaan? Want ik ben voor het eerst dubbel aan het streamen. Zowel op mijn Facebookpagina als op mijn profiel. En ik ben heel benieuwd hoe dat overkomt. Ik ga straks kijken. Maar laat het even weten. Het blijft heel stil. Misschien vinden jullie het allemaal onzin wat ik allemaal zit te vertellen. Dat kan ook. Dan niet. Hè. Ik wens jullie een heel mooie, fijne, gezellige zondagavond. En het is lang weekend. Dus dat betekent dat je morgen waarschijnlijk niet vroeg op moet. Voor de mensen in België althans, die de brug maken. Ik geniet van het weekend, geniet van je avond. En ik zie jou heel graag in de volgende video terug. Tot dan, bye!